Thomas Koen is na 2 nederlagen op rij. Lijkt het me lekker om weer een keer te winnen? Ja, zeker. We hebben wat tegenslagen gehad. En 2 wedstrijden op rij verloren. En dat is wel lekker om nu thuis van de koploper te winnen. Ja, want je wint niet van zomaar iemand. Nee, zeker niet. Zwolle is een goede ploeg. Dan is het gewoon lekker om gewoon op deze manier te spelen. En met goed basketbal te winnen uiteindelijk. Ja, want het was lang spannend. Het bleef heel lang spannend. Jullie begonnen goed. Daarna werd het iets minder. Maar daarna in het 4e kwart pakten jullie het weer goed op. Ja, klopt. We begonnen goed. En op een gegeven moment... Zwolle is een goed team. Dus zij kregen het momentum. En op een gegeven moment hebben we dat kunnen breken. En toen vielen er een aantal ballen. En dan gaat het lopen. En dan kwamen we uiteindelijk op voorsprong. Jullie bezorgen Landstede de eerste nederlaag van het seizoen. Je zei net zelf al, niet echt een lekkere tijd achter de rug. Onder andere Cashmere Wright kwijt. Hoe groot is die klap geweest de afgelopen weken? Ja, heel groot eigenlijk wel. Kijk, Cashmere was onze startende point guard. Onze leider op het veld. En als hij dan op deze manier zijn carrière tot het einde moet brengen. Dat is gewoon ook voor de hele ploeg. En zeker voor hem is het gewoon heel erg zuur. Ik was blij dat hij er vandaag was. Ja, vandaag nam hij eigenlijk officieel afscheid. Gaan we terug naar Amerika. Er is al wel een vervanger gevonden. Ja, klopt. Goed, dat hebben we nodig. Het blijft topsport. Kan Kesman niet blijven, maar ik ben blij dat er wel een vervanger voor komt. Want we hebben die rotatie gewoon nodig. Jullie hebben nu een paar wedstrijden erop zitten met de nieuwe coach. Hoe bevalt het? Wat is de eerste indruk? Ja, goed. We moeten weer aan een nieuw systeem wennen en dat heeft gewoon tijd nodig. Dat heb je gezien, er zitten wat ups en downs in. We werken elke dag heel hard om constant te worden. Ik denk dat we de goede weg zijn en dat dit een goede opsteker is.